Ja, naast een, weet je, ik kan ook een topdag hebben zonder goede omzet. Weet je, dus ik denk dat dat ook wel belangrijk is. Dat het naast een plek waar je natuurlijk gewoon spullen moet verkopen, dat het niet puur dozen schuiven is. Weet je, we krijgen het binnen, we trappen het eruit. Maar dat mensen een bakje koffie komen drinken, een vet verhaal, een skateboardfilmpje laten zien. Hun verhalen vertellen, lekker hangen. Dat is natuurlijk voor de omzet misschien niet het allerbeste. Maar dan weet je wel dat je niet gewoon van 10 tot 6 gewoon puur commercieel bezig bent. Dus ik denk dat een goed gevoel. En het is ook heel grappig om te zien dat nu de kids van vroeger, die 14, 16, nu eigen kinderen hebben, hier gewoon nog steeds mee met de nieuwe kinderen komen. Ik vind het wel leuk, man. Het is echt generaties, hè. Dus, dan ben je misschien echt te lang bezig.